Wie is eigenlijk Maria Magdalena? Ik weet niet of je het boek gelezen hebt, Da Vinci-code. En in dat spannende boek is zij de vrouw van Jezus. En ze krijgen zelfs een kind. Nou, de halve goede gemeente vond het heiligsleiders. Ik vond het vooral een heel erg spannend boek. En het boek nodigde mij uit om mij eens te gaan verdiepen in die figuur Maria Magdalena. En dan blijkt er een complete boekenkast vol over haar geschreven te zijn. Terwijl we heel weinig weten. We weten bijna niks. Alleen op twee hele belangrijke momenten is zij daadwerkelijk erbij. Zij staat onder het kruis, volgens een evangelie. En zij is de eerste die de vrezen Jezus ziet. En wordt daarmee de apostel der apostelen. Zij gaat het grote nieuws brengen. Blijkbaar is er iets geweest met die Maria Magdalena dat zij zo belangrijk is. En dat zij voor de rest ook niet voorkomt. Het blijft voor mij een geheimzinnige en toch ook een hele sterke vrouw. Er is rond Maria Magdalena heel erg veel muziek geschreven. Want zij was tot ongeveer de barok veruit de meest populaire heilige. Zij kwam bijna op dezelfde hoogte te staan als Maria. Dus zij kreeg ook heel veel muziek. En ik wil graag een aria laten horen uit een oratorium van Caldara. Dat is een componist, een tijdgenoot van Vivaldi en Bach. Die schreef een heel stuk rond Maria Magdalena. Daar wordt natuurlijk overvloedig gehuild, want zij is een zondige vrouw geweest die tot bekering is gekomen en ontstaat zonder dat kruis. En nog net dat moment dat zij begint te huilen, dat heeft hij in een aria gezet. Die is wel zo ontzettend mooi. Beetje kietselig kun je zeggen van, daar moet je zelf misschien wel van gaan huilen. De aria van Maria Magdalena uit het oratorium van Caldara. Thank you.
Dat, is nou, dat vind ik nog een van de hele leuke dingen van muziekgeschiedenis. Dan kom je zo'n aria tegen waarvan ik denk van, wat een muziek is dit. En ik had er nog nooit van gehoord. Antonio Caldara, de aria uit zijn oratorium, Maria Magdalena. Fantastische muziek. Morgen is het alweer Witte Donderdag. En dan heb ik twee muzieken rond wat er gebeurt op Witte Donderdag. Tot morgen.